11 juni begint het EK voetbal weer met 32 landen. En gelukkig is Nederland er na 7 jaar weer bij. Wij zijn optimistisch, maar hoe denkt de Amstelveener erover? De stelling van vandaag is ook, Nederland wordt Europees kampioen. Dus de stelling die wij hebben is, Nederland wordt Europees kampioen. Heel eerlijk, nee. We hebben een andere coach nodig. Ja? Dat is mijn mening. Hoe ver komen we er wel? Ik denk halve finale. Halve finale? Ja. Daar gaan we voor. Ik hoop het. Ik hoop in ieder geval dat we een leuk feestje gaan hebben in de komende tijd. Dus vandaar. Nee, Nederland wordt geen Europees kampioen. Nee, zonder Van Dijk gaat het niet worden. Maar ze komen wel ver, denk ik. Hoop ik. Maar geen kampioen. Ik denk het niet. Ik heb er eigenlijk weinig vertrouwen in. Hoe Frank de Boer al loopt te rommelen met de selectie. En spelers oproept met zogenoemde speelminuten. Die eigenlijk helemaal niet knoppen. Zoals Donny van der Beek. En... ik heb er weinig vertrouwen in, moet ik zeggen. Ik zou het heel graag willen, ja. Ik denk het niet. Waarom niet? Geen verstand van voetbal. Ik denk dat het heel leuk is om naar te kijken en we gaan er echt een feestje van maken, maar ik denk niet dat ze gaan winnen inderdaad. Ik niet van overtuigd ben, maar wel altijd positief wil zijn en leuk wil kijken. Dus ja, ik geloof wel dat we een fantastische spelers hebben en nu moet het nog echt een team worden. En draagt de bondscoach daarin bij, vindt u? Het een moeilijke start, vond ik. Ik vind wel dat het steeds beter wordt. Maar ik vind het nog niet overtuigend. Dus ik denk nog wel wat stapjes moeten gebeuren. Dat denk ik niet. Ik denk, ja, ik ben niet heel groot fan van voetbal of zo. Ik kijk ook niet heel veel naar EK en zo. Maar de Nederlandse wedstrijden kijk ik wel gewoon. Maar ik denk niet dat Nederland heel ver gaat komen. En ik zal je ook wat vertellen. Mijn verre achterneefjes zijn Frank en Ronald. Nou, ik ben ook de boer. Maar ik denk dat ze heel hoog komen. Ik zal wachten op mij. Ik denk niet dat Nederland het EK voetbal gaat winnen. Nee, ze hebben een team met spelers die behoorlijk goed zijn. Alleen ik denk met deze coach en met dit gevoel denk ik niet dat we het gaan halen. Oké, we gaan het zien. Ik hoop het wel. Ik hoop het ook, maar ik denk het niet. Ik denk niet dat we goed genoeg zijn om te kunnen presteren wat we in het verleden ook wel eens gepresteerd hebben. Dus. Ja, als je de loting, als je Duitsland, Portugal, Frankrijk treft, ben je klaar. Engeland ook, België ook. Dus het is maar net wie je loot. Kijk, als je Turkije, IJsland, dat soort landen. Groepsfase kom je wat door, maar finale wordt het niet. Misschien kwartfinale, maar verder echt niet. Dit was Mening op de Markt voor dit seizoen. Dank voor het kijken. Laten we hopen dat we het EK gaan winnen. En een hele fijne zomer.